heel goeie avond. Voor een hele generatie middelbare scholieren was Klaaglied om Agnes verplichte lectuur. De auteur, Marnix Gijssen, was zijn literaire carrière dan wel begonnen met een schandaalboek, Joachim van Babylon. En hij had zich wel afgekeerd van de kerk. Toch was hij in Vlaanderen in de jaren 50 en 60 een cultuurpaus. Veel van zijn autobiografische romans en verhalen werden bestsellers en zijn kritieken waren smaakbepalend. Maar nu is Marnix Gijssen een vergeten schrijver. De beeldenstormers van de jaren 70 vonden zijn stijl oudbollig, zijn maatschappijvisie achterhaald en ze hebben hem van zijn sokkel gestoten. Het kwam met zijn imago nooit meer goed. Marnix Gijssen stierf op zijn 85ste eenzaam en verbitterd. Hij had dan vele carrières achter de rug. Hij werkte als docent, ambtenaar en diplomaat. En hij werd niet alleen beroemd als auteur, maar ook als stem uit Amerika op de radio. Vanavond vertellen we de hele historie. We beginnen met het portret van Marnix Gijssen, onze nieuwe reeks Mannen van hun woord. Zo nou, over 50, over 100 jaar zegt die vent kon goed schrijven, ja. Daar ben ik vet mee. Hij was eigenlijk een bang man. En hij had de ironie als een schild. Hij heeft nooit boerenromans geschreven. En het was meer in de mode hier in Vlaanderen om trots te zijn op boerenromans. Hij was een stadse schrijver. Hij was maar gelukkig, tussen haakjes, gelukkig als hij een vorm van verdriet had. Ze hebben hem door de molen gedraaid, onder de voet verguimeld. Nog eens door een tweede betonmolen gedraaid, tot er echt niks meer van overschoot. Hij heeft eigenlijk niet twee levens geleid, maar meer dan twee levens. Vier levens, zes levens. Hij verheerlijkte de vrouw, maar dan zodra hij er lang moest mee omgaan, was het moeilijk, was het moeilijk. Hij had een ernstig drangprobleem, maar hij compenseerde het met zoveel prachtige schriften. Er is een vers waarin hij heel kritisch over zijn eigen leven reflecteert door te zeggen: alles wat ik heb gedaan, heb ik goed gedaan, behalve leven. Het levensverhaal van Jan Albert Goris, Bert voor de familie, begint in het Antwerpen van de Belle Époque. Hij wordt geboren op 20 oktober 1899 als tweede zoon in een klein burgerlijk gezin. Vader Jan Baptist is een schoenmaker die zich heeft opgewerkt tot nazibaas. Moeder Euphrasie Gijssen beheerst het familieleven. Een sterke vrouw met een groot verdriet, de dood van haar dochtertje Alice. Bert heeft een 4 jaar oudere broer, René, maar die leert hij pas na enkele jaren kennen. Zijn geboorte had moeders gezondheid aangetast en het werd dan ook noodzakelijk geoordeeld dat hij gedurende enige tijd zou uitbesteed worden in een arbeidersfamilie te Schoten. Daar werd uitsluitend dialect gesproken. Vandaar ook waarom hij later zo tegen dialect is geworden, want hij kwam met zijn dialect in zijn mond na 3 jaar in het gezin Goris. Zij spraken daar Antwerps en zelfs een beetje beschaafd Antwerps. En hij zat daar te praten in het dialect en dat wekte een hilariteit. Hij was van den buiten, hij was van den boer. En hij voelde zich dus niet behandeld zoals het moest door zijn moeder. Toen ik geboren werd, was ik voor haar een ontgoocheling. Ik had Alice moeten vervangen en een meisje moeten zijn. En nooit zal ik weten of mijn verbanning medisch noodzakelijk was. En vooral niet waarom ze zo lang heeft geduurd. Zijn vader wordt zijn toeverlaat. Van zijn moeder zegt hij later dat ze naar hem keek alsof ze een verre kust herkende. Hij zocht genegenheid, hij zocht vriendschap bij haar. Maar zij was aan de koele kant.
Tegenover hem en tegenover iedereen eigenlijk. Ze was heel streng en ongenaakbaar. De moeder is dus voor hem een ontgoocheling geweest gedurende heel zijn leven. En eigenlijk heeft hij gesmeekt om haar gunst, want hij heeft toch als schuilnaam genomen Gijzen. Na een zorgeloze tijd bij de zusters Apostolinen en de christelijke broeders wacht hem een traumatische ervaring aan het Franstalige Sint Ignatius College. En dan ben ik in de handen van de Jesuiten gevallen, waar ik 6 jaar onder geleden heb. Ik heb ze trouwens betaald gezet. Maar ik moet toch zeggen dat ik er iets uit gewonnen heb, want de beroemde discipline van de Jesuiten, die kunt je toch niet van u afschudden. De tegendraadse student pikt de Vlamingenhaat van zijn leraars niet. Er was een rector, die een bijzondere antipathie had voor literatuur. Een heel klein idee daarvan, terwijl wij, jongens van mijn generatie, een romantisch idee van de literatuur hadden. En ik herinner me dat ik enkele conflicten met die man gehad heb, naar aanleiding van literatuur. Op een zekere dag ontmoet ik hem en ik had een boek bij van Streuvels en hij bekeek dat en hij bekeek het met groot misprijs en hij zei ja maar Streuvels zeg dat is een bakker en enkel hetgeen natuurlijk erg kwetste en enkele maanden nadien dan had ik een boek van Gezellen en toen bekeek hij dat weer en zei ja maar Gezellen dat is een onderpastoor met al het misprijzen dat een rector van een Jesuitencollege voor een onderpastoor kan hebben hetgeen niet klein is. Hij wordt flamingant en komt in de ban van het activisme. Maar hij heeft naar eigen zeggen nooit in een stoet gelopen. Ik stond op de stoep en juichte toe. Wel, ik ben begonnen met een brochure te schrijven tegen Sint Ignatius gesticht. Over de taaltoestanden daar, die werkelijk schandelijk waren. En dan ben ik een tijd, 18 geloof ik, 17, 18, ben ik redactiesecretaris geweest van een activistische weekblad, de Eendracht, dat een zeer gematigd activisme predikte. Dat er rekenschap mee hield, nietwaar, dat de oorlog voor de Duitsers slecht kon eindigen. Het pamflet Een noodkreet, waarin hij de onmiddellijke vervlaamsing van Sint Ignatius eist, heeft tot gevolg dat hij van het college wordt weggestuurd. Dankzij Floris Coutele, een zeer intelligent vriend van hem, is hij in geslaagd toch aan de Universiteit van Leuven te gaan studeren en gediplomeerd te worden, zelfs dokter in de historische wetenschap, zonder humaniora-diploma. De dood van zijn vader is voor de 19-jarige Bert een nieuw drama. Aan hem wijdt hij later ongewoon pathetische verzen. Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid. Hij had de goede liefde tot de stille en ware dingen. Dat was het tegenwicht tegenover de moeder. De begrijpende man, de gemoedelijke man. En hij had een fotootje van hem. En dat zette hij overal ter wereld waar hij kwam, onmiddellijk op zijn nachttafel naast zijn bed. Dan gebeurt er mij niks, zei hij. Dus het was een soort van fetisj. Hij wordt secretaris van Alfons van de Perre, een van de oprichters van de Standaard. Hij werkt een tijdje mee als politiek redacteur en sportjournalist, maar hij voelt zich meer thuis in de artistieke wereld. In Ruimte, het blad van de Vlaamse expressionisten, publiceert hij als Marnix Gijzen zijn eerste dichtbundel, Loflitanie aan de heilige Franciscus. Hij was eigenlijk in het zog van dat tijdschrift bekend geworden met zijn Loflitanie van de heilige Franciscus. En daar heeft hij de toestemming moeten vragen aan de bisschoppen om het te mogen laten drukken. Dat was toen zo. Want het ging over de heilige Franciscus. En zo is hij dan ter sprake gekomen overal omdat hij het aandurfde beelden te gebruiken in die poëzie die niet erg gangbaar waren in poëzie. Op zijn 20e begint hij een romance met Maria Roman, de frele dochter van een dorpsonderwijzer. 30 jaar later zal hij haar als Agnes vereeuwigen in Klaaglied om Agnes. De verhouding zorgt thuis voor spanningen. Wanneer dat
maar niks kennis kreeg met Agnes van het boek, met Mitty Roman, dan was dat om een onverklaarbare reden niet welgevallig aan moeder. En Marnix vertelt dat in een van zijn boeken, dat de moeder gedurende 14 dagen met hem niet gesproken heeft, niet heeft willen spreken. Die verloving heeft een 9-tal jaar geduurd, maar dus zij heeft het ouderlijk huis van hem niet mogen betreden, omdat zij ziekelijk was. Zij hield van hem zoals men het niet mogelijk acht dat iemand van iemand anders houdt. Agnes heeft TBC en verblijft vaak in binnen- en buitenlandse sanatoria, waar Bert haar trouw komt bezoeken. Het paar voert een innige correspondentie. Ondertussen combineert hij zijn legerdienst met journalistieke opdrachten en universitaire studies. Hij heeft zich willen afzetten tegen zijn moeder. Hij heeft een geldingsdrang gekregen. En hij wou eigenlijk de hoogste toppen bereiken als ambtenaar en ook als schrijver. Zijn succesvolle carrière als ambtenaar begint op het kabinet van twee Antwerpse burgemeesters. De katholiek Frans van Kouwelaert en de socialist Camille Huismans. Tegelijk doseert hij in het Frans economische geschiedenis aan de Leuvense Universiteit. De activist wordt arrivist. In zijn professionele carrière is 27 een sleuteljaar. Hij is gedoctoreerd met veel roem te Leuven. Hij heeft enkele jaren in het buitenland gezeten en nu gaat hij aan de slag als secretaris van Antwerpse burgemeester Frans van Kouwelaert. Nu, dat is een vrij grote bocht voor iemand die dan toch in zijn jonge jaren vurig, tweetalig maar vurig activist was. In de volgende jaren verwerft stadsambtenaar docent Goris ook een reputatie als kunstkenner en literair recensent, die heel wat dichterlijke reputaties maakt en kraakt. Ik ben in de standaard, niet waar, want in de poëziekronieken schreven heb ik altijd de poëzie tegen de dichters verdedigd. Niet waar? Dat was mijn thesis. En ik ben nooit nodeloos hard geweest, geloof ik. Ik heb nooit plezier aan gehad van iemand een negatief oordeel te geven. Integendeel. Zoals voortdurend in zijn leven doorkruisen persoonlijke drama's zijn professionele opmars. Op 7 juli 1928 sterft Agnes, nauwelijks 27, in een Zwitsers sanatorium. Die gebeurtenis laat hem nooit meer los. Ik denk dat hij geestelijk altijd bezig was met Agnes de rest van zijn leven en dat hij daardoor met een andere vrouw niet 100-100 gelukkig kon zijn. Toch trouwt hij kort na haar dood met een gemeenschappelijke vriendin, Julia de Bie. Zij is enkele jaren ouder dan hij, werkt in het katholiek onderwijs en is uitzonderlijk vroom. Er was een zekere band tussen hen, maar geen liefde. En na de dood van Agnes was eigenlijk Marnix Gijzen eerder geneigd om zelfmoord te plegen. Ik heb daar op papier de bewijzen van. En zijn broer, die heeft hem eigenlijk min of meer doen trouwen met Julia. Amerika brengt een keerpunt in zijn leven. Na een tussenstap als kabinetchef van Frans van Kouwelaert op het ministerie van Economie wordt hij commissaris-generaal voor toerisme. Vanaf 1938 houdt hij zich bezig met het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in New York die een jaar later opent. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zit hij nog altijd in Amerika. Terugkeren is uitgesloten. De Belgische regering in ballingschap belast hem met de leiding van een Belgian Information Center, een soort propagandadienst. Mijn taak was, dat was natuurlijk de Amerikaanse menigte in te lichten over hetgeen dat er in België gebeurt, hetgeen er in Londen gebeurde en hetgeen er in Congo gebeurde. Ja. En daar had ik goed mijn handen mee vol. Daar werd ook een weekblad uitgegeven waarvan hij na verloop elke week een zeer uitvoerig redactioneel artikel geschreven heeft. En dat vormt een heel stuk van zijn werk en van zijn schrijfwerk dat hier weinig of niet gekend is. Na de oorlog stapt Gijzen definitief over naar de diplomatie. New York wordt meer dan 20 jaar zijn vaste standplaats. Zijn belangrijkste opdracht blijft België promoten bij de Amerikanen. Hij deed een beetje het werk van de ambassades en dat heeft hij prachtig gedaan. Hij heeft een enorme invloed gehad en heeft België in de kijker gezet tot en met zoals niemand anders het nadien nog heeft gedaan. 3 jaar nadat ik de staatsbijzat kreeg, we gaan erin één, zegt hij: ik ga een telefoontje doen naar New York, zegt hij.
Hij staat op en hij begint te bellen met een uitgever in New York. Van Avon Books. En hij zegt, ik hoorde hem in zijn nasaal New Yorks praten zo. En hij legt de telefoon in en hij zegt, het is in orde, zegt dat je boek wordt in het Amerikaans vertaald. Natuurlijk, dat is waanzin zoiets. Hè. En inderdaad, een jaar nadien was het boek vertaald in het Amerikaans. Zijn loopbaan als diplomaat, essayist, poëziecriticus is een onverkort succesverhaal. Maar privé loopt het fout. De preutsheid en de godsvrucht van zijn vrouw ergeren hem allang. Het breekpunt na bijna 20 jaar huwelijk komt heel verrassend. Op een avond komt hij binnen in de kamer en zijn vrouw, Julia de Bie, lag in bed of zat in bed te lezen. En ze zat de Bijbel te lezen. En dat beeld heeft hem zo gepakt dat hij weggegaan is en ze hebben elkaar praktisch nooit meer gezien. Zijn vrouw Julia, zijn eerste vrouw dus, is altijd blijven op bezoek komen. Wat een beetje pijnlijke toestanden gaf, want hij wist dat natuurlijk in Amerika trouwens. Mijn ouders hebben hem dat geschreven. En ik vind dat terug in de brieven, dan schrijft hij, is de onbevlekte ontvangenis van Brasschaat weer op bezoek gekomen in het. Dat was dus op zijn eerste vrouw, Julia. Na de breuk schrijft hij in 3 weken Joachim van Babylon. Een grimmige afrekening met de christelijke huwelijksmoraal in de katholieke kerk. Het motief is het verhaal van de kuise Susanna, gezien door de ogen van haar man Joachim. Maar de kern van het boek zijn de spanningen en frustraties in een kinderloos huwelijk. Hij heeft dus geen kinderen gehad en dat heeft op hem werkelijk gewogen, ja. Misschien zou het allemaal anders geweest zijn en zou Joachim van Babylon nooit geschreven geweest zijn indien hij een kind had gehad. Maar waar moeten we nu ongelukkig zijn? Hij keert zich in het boek af van de katholieke kerk. En dat moet toch als een schok zijn aangekomen. Vooral ook omdat gij als een braaf schaap van die katholieke kerk werd beschouwd. Ik wist wel dat dat boek gevolgen zou hebben die voor mij niet prettig waren. Er zijn er een aantal mensen van mij afgevallen, niet waar, omdat ze dat een verschrikkelijke afvalligheid noemden. Hetgeen dat het ook was. Men scheidde niet in die tijd, dat deed je niet. En je schreef daar zeker niet over. En je schreef daar zeker niet over op een manier zoals gij ze daarover schrijft. Die zijn vrouw, hè, die de hoofdpersoon uit het boek, Joachim, zijn vrouw een hoer noemt. Dat heeft bij ons thuis enorm ophef gemaakt. Mijn vader was razend enthousiast over Joachim. Hij heeft hem daar dadelijk een prachtige brief, een heel lange prachtige brief over geschreven. Dat was werkelijk een, dat was een feest in huis. Ik begin dat boek te lezen en ik word gegrepen door die totaal ongewone stijl voor ons land, voor ons taalgebied. Die afstandelijke, koele, klassieke, bijna oud-Griekse stijl. Maar als je aandachtig leest, die een enorme gevoeligheid verbergt achter de afstandelijkheid. En dat is een van de grote eigenschappen van Marnix Gijze. Ook als je met hem praatte, was dat afstandelijkheid, dat was maar ook grote gevoeligheid, aandacht, zie je. Gijzen krijgt voor zijn Joachim de literaire prijs van de provincie Antwerpen. Maar de bestendige deputatie, overwegend katholiek, weigert het boek te bekronen omdat het niet strookt met de opvattingen van de meeste inwoners van de provincie. Onder impuls van Herman Teirlinck gaan de Vlaamse vrijzinnige auteurs op een creatieve manier in het verweer. Zij richten de Arkprijs van het Vrije Woord op. Joachim van Babylon is eigenlijk de aanleiding geweest van het tot stand komen van de Ark van het Vrije Woord. Omdat hij precies over het lichamelijke, het seksuele, vrij uitsprak in het jaar 50, toen de index nog bestond en je mocht over het lichaam niet spreken, vooral niet over de geneugten van het lichaam. Over de schoonheid van een vrouw moest je alleen maar dichtelijk spreken. Dus eigenlijk is het boek Joachim van Babylon in de Vlaamse literatuur een snijpunt. De ruil maakt van Marnix Gijze een bekend schrijver. Populair bij het groot publiek wordt hij met zijn wekelijks radiopraatje op zaterdagavond uit Amerika. Goedenavond, luisteraars. De pers was de hele week erg opgewonden over het vraagstuk van Berlijn.
Wat zal men doen indien Khrushchev zijn plan doorzet om West-Berlijn in te palmen? Zijn radiolezing had een enorme weerklank in Vlaanderen en bij ons thuis natuurlijk nog veel meer. Dat was een mijlpaal in de week, de zaterdagavond. Als Bert ging spreken, dan ontbrak er niemand aan de radio. En als hij gedaan had, dan zei mijn moeder altijd, dag Bert. Wat hij zei, dat was voor ons allemaal zo nieuw. Na de oorlog, Amerika. Hij had al een boek geschreven, Ontdek Amerika, voor de oorlog. En Amerika ging zo plotseling open voor ons, met al zijn toch ook goede aspecten, maar hij hield geen blad voor de mond, soms ook de negatieve aspecten van Amerika. Bijvoorbeeld die heksenjacht, op wie al wie zogezegd communist zou geweest zijn. Hij was onvergelijkelijk en buitengewoon geestig. Zijn anekdotes daar waren altijd aardige conversation op hoog niveau. Inmiddels heeft Gijze in New York een jonge Vlaamse muze gevonden. Maria Magdalena Bandus, dus Leentje, heeft hij leren kennen op zijn kantoor. En zij was eigenlijk de beweeglijkheid. Het worden en niet het zijn. Speels, grappig. Humoristisch. En dat heeft hem geboeid tegenover het starre van Julia. Het onbeweeglijke, het monument. Dus zij was het leven tegenover eigenlijk het monument, de dood. Leentje inspireert de meeste en de beste van zijn ik-verhalen en autobiografische romans. Zoals Terwille van Leentje, Mijn vriend de moordenaar, Goed en kwaad en Klaaglied om Agnes. Gijzen ziet de wereld als een grotesk spektakel. Het enige wat een denkend mens kan doen, schrijft hij, is, zoals Rembrandt op een van zijn laatste zelfportretten, in een spiegel superieur grijnzen. Maar geen superieur gegrijns in Klaaglied om Agnes. Het gaat, als je goed leest, eigenlijk niet over die Agnes, maar over Gijzen zelf. Namelijk over de herinneringen aan zijn jeugd, hoe hij daar afscheid van heeft genomen, hoe daar geen afscheid van kan nemen. Bij de zaak van Agnes was hij zodanig zelf betrokken geweest dat de ironie geen schild meer kon blijven. En hij gaf zich bloot. Schroom om zich bloot te geven? De inmiddels tot gevolmachtigd minister bevorderde Goris en zijn literaire alter ego Gijzen blijven strikt gescheiden. Hij cultiveert zelf die dualiteit. En dat leidt soms tot bizarre situaties. Ja, op een zeker ogenblik kreeg ik een brief van meneer Spaak, die mijn chef was natuurlijk. En die stuurde mij Klaaglied om Agnes. En die vroeg me van dat boek te lezen, van die mijn bibliotheek op te nemen. Ik heb hem dan heel ernstig geschreven dat ik al veel van die verdienstelijke schrijver had gelezen. Dat ik daar een grote belangstelling zou volgen. Maar dat zijn van die administratieve grapjes. Diplomaatschrijver Goris Gijzen geniet van zijn glorie. En in het juiste gezelschap laat hij zich van zijn charmantste kant zien. Hij was graag omringd van vrouwen, dat is hij altijd geweest. Daar was hij heel trots op. En de vrouwen omringden hem graag, want als, als hij op een receptie was, dan was er altijd een groepje vrouwen die rond hem stonden. Dus. En dat kon hij prachtig vertellen, prachtige verhalen vertellen. Zonder veel emfase, zonder veel bewegingen. Altijd met die typische... Hij had zo'n beetje de houding van de, waaraan men de oud-leerlingen van de Jesuiten herkent. De handen gekruist voor het kruis. En dan een vluchtende blik. Hij keek u niet recht aan. Zo, de paus heeft dat ook een beetje, hè? Zo van links naar rechts kijken. Zo, dat deed maar niks Gijzen ook. Hij keek goed wat effecten dat zijn woorden hadden en zijn verhalen hadden. Maar terzelfde tijd had hij ook pretoogjes. Onze gesprekken... We waren altijd, dat is, ja, roddelen wel, ja. Anekdoten vertellen over wat hij allemaal had meegemaakt in New York. Met schrijvers, met andere mensen en zo. En hij deed dat graag. Maar dat was altijd bij hem op heel hoog niveau. Afstandelijk, ironisch. Ja, als een klassieke stoïcijn eigenlijk. En hij, af en toe werd dat onderbroken door zo'n gichel, zie je zo. Zijn diepe bariton. Maar achter het masker van de ironie gaat een kwetsbare man schuil. Die extreme kwetsbaarheid leidt tot een breuk met Leentje.
Hij was net bevorderd tot gevolmachtigd minister. Dus hij heeft de hele nacht zitten praten met haar, met Leentje. Gezegd, maintenant je suis un homme important. Now I'm a very important person, VIP. Nu ben ik een zeer belangrijk man. En zij die geen belang hecht of geen aandacht heeft voor of belang hecht aan al die onderscheidingen en titels, zij geeft dat niet om. Zij zei, maar fin, tu es un pauvre type, un pauvre monsieur. En dat heeft haar kwalijk genomen. En dan zijn ze van elkaar weggegaan. Hij is dan met pensioen gekomen naar België, zij is daar gebleven. En hij was zijn inspiratiebron kwijt. Gijzen gaat door een dal van depressies. Nog altijd succesvol als diplomaat en schrijver, maar falend en labiel als persoon. Ik heb altijd de indruk gehad dat hij complexen had en dat hij wel bewust was van zijn waarde, maar toch ergens een soort minderwaardigheidscomplex wilde cultiveren. Hij had ook complexen omdat hij niet enorm groot van gestalte was. Alhoewel dat voor veel mensen geen enkel probleem was. Maar ja, dat was voor hem zo ergens een dat heeft hij soms geschreven in een van de dagboeken. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat hij toch wel heel graag aan de rand van de afgrond liep voor alles wat hij deed in zijn leven. Op 7 januari 1962 hadden wij gedurende enkele dagen geen nieuws meer van Marnix. Nog op zijn kantoor hadden ze daar iets van gehoord. Nog wij, we hoorden dus helemaal niks meer van hem. En we vonden dat bevreemdend. Dan ben ik naar zijn flat gegaan. En daar lag een briefje op zijn schrijftafel. En op dat briefje stond een tekst dat voor mij zeer belangrijk is. En naast zijn kantoor stond zijn telefoon en hij had de telefoondraad doorgeknipt. En toen ging er mij een licht op. Ik geloof niet in het toeval, maar ik had de indruk, er is iets gebeurd of er gaat iets gebeuren. Ik ben onmiddellijk in de wagen gestapt en wij woonden in het centrum van New York en ik ben naar de haven gereden, aan de dokken. Om een lang verhaal kort te maken, ik heb Marnix daar gevonden en het was hoog tijd dat hij gevonden werd. Na zijn pensionering keert Gijzen terug naar België. Hij neemt zijn intrek in een appartement aan de Mayo Square in Elsene. Binnen de kortste keren wordt de gevierde man van de wereld een eenzame, getormenteerde kluizenaar. Op een keer vond ik hem in de keuken. Hij was weer dronken. En dat was de verjaardag van het overlijden van Agnes. En hij begon zo te zingen, Que faro senza Eurydice. Ach, Mark, zegt hij, Le Chevalier Gluck. Wel, kijk, zegt hij, je kent veel mensen, chevalier, dat zou nog willen worden. Hij wilde zich een kille, koele indruk geven. Maar eigenlijk was het allemaal een afschermen van zijn warmte, van zijn behoefte aan contacten. Maar als je dan contacten had, dan ging je zich terug afschermen. Ik had toch wel een zeker, het is jammer dat ik het moet zeggen, maar het is waar, een soort medelijden voor die man. Voor zijn eenzaamheid, want die man leefde, die was dus eenzaam, en je voelde dat hij trachtte naar relaties en naar vriendschap. Maar ik vond zijn toestand zo zielig. Hij deed de gordijnen maar open. Ik heb maar één keer in mijn leven eten klaargemaakt, dat was voor hem. Omdat hij toch iets zou eten. Hij wou naar buiten komen. Hij had er genoeg van. En ik kunt zeggen, je kunt mij opscheppen met een soeplepel. Zo totaal triestig, chagrijnig. Om zijn trieste bestaan weer zin te geven, gaat de 70-jarige Gijzen met de rode leeuwen van zijn vriend Galle tegen de verfransing van Brussel op de barricade staan. Marnix as verwoede Vlaming wilde Brussel veroveren. En hij is dus kortstondig bij de Socialistische Partij geweest toen in de verkiezingen werd hij als
zo'n pion naar voren geschoven. Ik weet niet of dat ideaal geweest is, maar ja. Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft hij op de lijst gestaan in Elsne. Maar onder de naam Goris Johannes. Niemand kende Goris Johannes. Mocht dat maar niet scheizen geweest zijn, had het meestemmen gegaan natuurlijk. Wel, ze hebben mij gevraagd. Nu wel, en ik dacht dat ik, indien ik die mensen kon helpen, lokaal, hier niet meer in de gemeenteverkiezing, dat ik dat dan moest doen. Ik heb dat gedaan. Maar natuurlijk, ik leefde onder een handicap. Ten eerste leefde ik onder twee namen, niet waar. En als je kandidaat zit, dan moet je je eigen naam zetten. Ten tweede kende geen mens mee in Elsen, niet waar. Behalve de postbode en de melkboeren, zo, ja. Niet waar. Maar ik heb toch veel voorkeurstemmen gehad. En merkwaardig genoeg van francofonen, die ik in New York gekend had. En die mensen gingen stemmen, die wisten niet wie de lokale potentaten waren. En die zagen mijn naam, zo, daar moet ik stemmen. Maar ik ben toch niet doorgegaan. Vrienden zorgen ervoor dat zijn ego wordt gezalfd met literaire en maatschappelijke eerbewijzen. Hij wordt zelfs voorgedragen voor de Nobelprijs en krijgt de titel van baron. Die aanvaardt hij echter alleen op zijn voorwaarden. Eigenlijk wou hij ze graag een titel hebben. En hij heeft dat laten horen aan Herman Liebers, die was toen hofmaarschalk. En Liebers dacht dat dat wel zou kunnen geregeld worden. Maar toen zei hij ze, maar Walschap moet meedoen, alleen wil ik dat niet. We hebben het dan toch voor elkaar gekregen dat het op dezelfde dag is gebeurd. En Manny Schijzen heeft als de devies genomen, qui transtulit sustinet. Wie overgeplant, toch gedijt. Maar de bejaarde Gijzen gedijt moeilijk als hij wordt overgeplant in een snel evoluerend, contestatair tijdperk. Voordien in zijn jeugd was hij eigenlijk een beetje revolutionair. Maar hij is blijven hangen. Hij heeft zich niet vernieuwd. Een mens moet leven volgens zijn leeftijd. Maar ik ga niet op mijn knieën zitten niet maar voor een jonge man van 20 jaar of zo. Nee. Hij kan geniaal zijn, niet waar. Hij kan alles weten door intuïtie. Maar we weten toch veel meer door ervaringen. De laureaat van de Prijs der Nederlandse Letteren, die ooit tot de avant-garde behoorde, vindt de manier waarop jongeren over seks schrijven walgelijk. Gerards en Klaus vinden nog genade, maar Boon noemt hij vuil loïke. Ik vind dat er veel te veel belang gehecht wordt aan seksuele dingen en zo, niet waar, die dan toch een zeer persoonlijke ervaring zijn. En meestal begrijp ik het ook niet. Dat kon Mark Schijzen zich niet voorstellen, de manier van schrijven van Boon. Dat was niet schrijven, hè? Om dat verschil nog meer in de verf te zetten, is er ook een zeer grappig citaat van Schijzen over Boon. En dat gaat als volgt. Het is een ergerlijke talentverkwisting en alhoewel ik ver van preuts ben, hindert me de kut- en klootstijl in hoge mate. En dat gaat dan God beter over de kapelletjesbaan van Louis Paul Boon. Dus Schijzen had dat ten eerste niet begrepen, helemaal niet, maar hij hield er ook niet van. Dat was niet zijn ding. Ik heb praktisch al zijn boeken gelezen en je voelt dat dan aankomen, zo'n soort aantrekkingskracht tussen man en vrouw. En dat gaat door en dat gaat door. En op een bepaald moment belanden ze dan in de slaapkamer. En dat loopt altijd verkeerd af. En altijd zegt Marnix, het was een kloneske situatie. Al elke keer dus. Hè. Ik heb hem dat nooit gezegd. Hè. Maar het is zo, als je die boeken leest, dat is heel vreemd. Ja, misschien waren we zo aan elkaar gehecht, omdat bij mij het nooit mis afliep, zie je. Dus, en dat hij daar wel door gefascineerd was. Ja, eenvoudigweg, hij kon met geen vrouwen omgaan. Hij verheerlijkte de vrouw, maar dan zodra hij er lang moest mee omgaan, was het moeilijk. Was het moeilijk. Hij aanbad de schoonheid van de vrouw. En ja, hij had het moeilijk. Zodra die schoonheid door een of ander feit of een houding of een woord of wat geschonden werd, het was niet gemakkelijk. Ja. Hij heeft het verknoeid. En dan begon hij te drinken en dan werd het nog erger.
Een typisch voorbeeld van zijn complexe relatie met vrouwen is zijn tweede huwelijk. Op 77-jarige leeftijd trouwt hij met zijn vroegere vriendin Leentje Bambust. Mark Galle moet de verzoening regelen, een reis naar Turkije organiseren en daar in zijn plaats het huwelijksaanzoek doen. Ik moest dat doen, hij kon dat niet doen. Hij had die moed niet, denk ik. En ik heb dat gevraagd alsof het voor mezelf was. Dus mijn hart klopte tot in mijn keel. En dat was in Kushadashi. En zij heeft enkele dagen gewacht met het antwoord. Tot in een hotel in Istanbul, de dag voor we terugkeerden naar België. En daar heeft hij mij gezegd, als ze terugtrekt dat ik een pover type ben, dan wil ik met haar direct trouwen. En zij is met mij in zijn kamer gekomen en zij heeft gezegd, goed, ik trek het terug, laten we het nog eens proberen. Als hij dan getrouwd is, nadat Leentje gekomen is terug uit Amerika, is die eenzaamheid nog groter geworden. Voelde ik rond Marx nog een grotere leegte ontstaan. Hij heeft een dagboek voor mij geschreven waarin hij zijn hart uitstort over die moeilijke dagen met Leentje. En het ging van liefde plotseling naar haat over. En zelfs naast haar voelde hij zich eenzaam. Op het einde van de jaren 70 ontpopt Gijzen zich als een aardsconservatieve zedenpreker die in kunst en cultuur vlammende pleidooien houdt voor de apartheid en tegen de morele verloedering in het Westen. Zijn favoriete schietschijven zijn homo's en zwarte. Dat was eigenlijk een vlek op mijn vriendschap voor hem. Hij was op de duur zo rechts, zo soms uiterst rechts, soms racist. Dat heb ik hem moeilijk kunnen vergeven. Hij moet dat ergens opgedaan hebben, dat virus in de Verenigde Staten. Toen hij artikeltjes schreef en zei aan, schreef hij naar vader, je zult zien, Gerard, wij worden de kerkvaders van de literatuur. Buiten jij en ik schrijft er niemand nog serieus. En, maar dan heeft hij natuurlijk zijn imago wat verknoeid met zich te gaan opwerpen als een afwijzer van de negers, van de homo's, ja, dat was het zo'n beetje van de prostitutie enzovoort. Maar ja, ik denk dat hij een beetje puriteins was en hij kwam uit een lange periode van puriteins Amerika. Ik geloof dat dat ook wel invloed op hem gehad heeft. De jonge generatie maakt de kerkvader van de Nederlandse letteren genadeloos af. Maarten 't Hart vindt zijn werk volstrekt waardeloos, door en door onbenullig, abominabel geschreven en uiterst fluttig. Jeroen Brouwers heeft het over het hoogneuzerig barbarentaaltje van een akelig snel gepikeerde moralistische reactionaire meneer met een baard. Ik denk dat Manik Gijzen literair een beetje te boven in petje ging. En dat ze zich fixeerden op dingen die met de literatuur eigenlijk niets te maken hadden. Ja, ze hebben hem door molen gedraaid, onder de voet verguimeld, nog eens door een tweede betonmolen gedraaid, tot er echt niks meer van overschoot. Gijzen heeft nog geluk gehad. In de contestatiejaren 60 is hij aan een eerste contestatiegolf ontsnapt, waarschijnlijk omdat hij toen nog in Amerika verbleef. In de jaren 70 is er stilaan rondom hem ook wat gerommel gekomen. En uiteindelijk is het duo Jeroen Brouwers en Maarten 't Hart, van wie je kan zeggen dat zij Gijzen literair begraven hebben. Ik weet dat van Maarten 't Hart, dat is diep gegaan. Daar heeft hij schertsend over gedaan en hij kreeg toen in die periode, dan kort nadien en zo altijd, was al wat uit Nederland kwam, dat was allemaal fout. Dat was slecht. En daarvan ook trouwens plotse afkeer, afkeren weer al een groot woord, maar goed, zijn ongenoegen tegenover Jeroen Brouwers. Zijn artistieke neergang komt hij niet meer te boven. Jan Albert Goris, alias Marnix Gijzen, overlijdt op 29 september 1984. Een verbitterde oude mandarijn. In aanwezigheid van een aantal vrienden en familieleden wordt hij burgerlijk begraven op het Schoonselhof in Antwerpen.
Op zijn sterfbed heeft hij Mark Gallo nog laten beloven dat hij goed zal zorgen voor zijn weduwe Leentje. Met enkele vriendelijke in memoriams na de begrafenis verdwijnt Marnix Gijzen, ooit beroemd en belangrijk, achter de literaire horizon. Als schrijver meteen vergeten na zijn dood. Volgende week zetten we onze reeks Mannen van hun woord verder met het portret van een erg eigenzinnig theatermaker, de Antwerpenaar Tone Brulin. Uitgekeken op het elitaire Westerse theater maakt hij volkstoneel voor andere culturen. Hij trekt onder meer naar Zuid-Afrika en werkt met Adolf Hugard. Samen met Eugenio Barba verspreidt hij de ideeën van Grotowski. Hij blijft zwerven en vernieuwen en werkt nu nog in de frontlinie van het theater. Volgende week zoeken we Tone Brulin op. De man die al culturen kruiste, lang voor iedereen de mond vol had van multicultuur. We vertellen dan de historie van een Vlaams theaterpionier. Heel graag tot donderdag. Zien zij het anders dan wij? U ziet het in Gent, met Fortis. Oeps, klein foutje. Met dank aan onze collega's voor de ondertiteling, maar nee, Dr. Jekyll zag er toch enigszins anders uit. De ongespleten persoonlijkheid van een ijzersterke kandidaat, zometeen in per seconde wijzer. Eén van de snelst groeiende economieën van de wereld. Twee, prijkend dat geld blijft maar schoon binnen. Wat zitten wij hier elke vrijdagavond in godsnaam te doen? Ik doe de deur open en ik ga binnen. En ik scheet iedereen al ver.